Ik sta hier inderdaad vlak bij de start met Siep van de Ploeg van de Kast. Hij stond net op het podium met Chris Froome. Hoe speciaal is dat, Siep? Ja, dat is een van de grootste sportmensen van de aarde. Miljarden mensen die ernaar gekeken hebben de laatste 3 weken. En dan 2 dagen daarna staat hij in Zuid-Veen. Ja, dat blijft bijzonder. Dat ze dat hier voor elkaar krijgen elke keer weer. Je hebt hetzelfde sportman, je doet veel aan lopen. Doe je ook aan wielrennen? Nou, ik heb net 2 weken terug de hele triathlon gedaan, dus ik doe ook aan wielrennen. Ja, okay. En ben je hier vaker geweest, dus Huis van Veen, de profronde? Ja, dit is denk ik wel de 10e keer of zo. Dus ik ben heel vaak hier aanwezig. Het is een heel mooi evenement. En zijn we bij Joop, als we in de tuin, daar worden we ontvangen. En het is altijd heel gezellig. Dat is een beetje traditie, hè? Ja, traditie om iedereen weer even te zien en te spreken. In een soort van halve vakantiestemming. Ja, hartstikke leuk. En het evenement is prachtig natuurlijk. Het is toch wel iets speciaals, hè? Zo'n die rondjes om de kerk. Ja, nou ja, dit is een unieke wedstrijd in Nederland. En het is een uniek dorp, Zuid-Veen. Want ik ken nergens een dorp waar het fietsen zo leeft als hier. En als je dat ziet, dan zaterdag de Pieter Wening Classic is. Dat is dan de toertocht. Ook een paar keer meegedaan. En dan het hele dorp is 3-4 dagen met wielrennen bezig. Het wordt heel breed gedragen hier. Ik neem aan dat je ook nog even blijft hangen als de koers is afgelopen. Ja, zeker. Ja, we blijven daar in die hoek wel even hangen, ja. Ga je nog wat muziek maken? Nou, ik heb net gehoord dat ik even moet zingen met Chris. Dus dat gaan we aan het eind doen. Nou, hartstikke leuk. We zijn erbij. Ik zal even nadenken wat het wordt. Maar ik denk Fries Volkslied of zo. Dat zal hij wel kennen, toch? Dat is makkelijk te leren, toch? Ja, veel succes en bedankt. Ja, graag gedaan. Tot kijk. Hoi.